Goedenavond vanuit stadion Galgenwaard dat de uit heeft gepakt voor de rentree van hun favorieten in eigen huis. Vorige week in het Mandenmakerstadion. Nu dus hun eerste thuiswedstrijd. De elf van Henk Vrezer met Dorst en Van der Marel als beide wijzigingen in het elftal. Van der Marel vervangt de geblesseerde Van der Hoorn. Die is er echt nog wel een tijdje uit. Maar goed, met Van der Marel kun je altijd uit de voeten. Zijn debuut 14 jaar geleden. En dit de elf van Cambuur. Met Bergsma die debuteert in de basis. Datzelfde geldt voor Balk. Beide vielen vorige week in. Rechts Henk de Jong, links Pascal Boscha. Die kent hier de weg misschien wel beter dan de hoofdtrainer zelf. Van der Kust. Gelijk kijken naar Dorst. Bergsma legt hem eigenlijk lekker neer. Voor een poging in de handen bij João Virginia. Redan. Slim balletje, dan kan Boef versnellen. Gezicht naar de goal, Ter Avest aan zijn zijde. Dorst kiest positie. En dan gaat het niet naar Dorst. Redan. Deze gaat wel naar Dorst. En Dorst prikt hem in de handen bij Virginia. En dit ging vorige week dus ook mis. De eerste kansen, die wil Vrezen graag afgemaakt zien worden. En deze had echt afgemaakt kunnen worden. Heel slim van Redan. Iedereen moet reageren. Niemand hield er rekening mee. Duimpje voor het voorbereidende werk. Ter Avest. Redan. Boussaïd maakt de ruimte met zijn loopactie. Geeft Redan de gelegenheid uit te halen. Het is een losse vlodder. Knappe trap. Als het de bedoeling is, laten we daar maar gemakshalve van uitgaan. Boussaïd. Redan. Redan. En goed uit zijn doel gestormd. Virginia. Dat ging snel, dankzij deze perfecte uittrap. Daarmee sla je anderhalve linie over. Redan komt goed voor Bergsma, maar Virginia stormt uit zijn goal, waardoor Redan weinig tijd meer heeft om een lopje in te zien. Slim balletje, maar is het geen buitenspel? Dan kan Redan er vandoor. Redan, Redan en weer Virginia. En tot nu toe hetzelfde beeld als een week geleden. Utrecht dat sterk opent, kansen krijgt, maar de trekken niet overhaalt. Dit was uit de categorie grote kansen. Heel listig, Dorst, geen buitenspel. En dan ligt de rode loper uit voor Redan. Dat doet Virginia. Dit in split, heel goed. Op spagaten wil ik vanaf zijn. Kan Redan die bal oppikken? Dat kan Redan zeker. Alleen Dorst bij zich. Er is nu wel wat aansluiting. Daar is Dorst. En ondanks schoenmaat 48 krijgt hij hem er niet in. Claimt zelf dat hij daarbij behoorlijk gehinderd wordt. En daarna de pijn naar de aanraking met de paal. Dit leek toch een ABC'tje. Hartstrak voor het doel. En Dorst die hem binnenloopt. A en B klopt. Alleen C gebeurt niet. Omdat de Doken Smit er ook nog aanwezig is. En hoe hinderlijk is dat? De zorgen bij Utrecht. Ze zijn zo zuinig op hem. Op Bas Dorst. Kan geen hele wedstrijd aan. Daarom zelf nog even overwogen. Ja, toch misschien op de bank. Goed werk van Booth. Brouwers in het centrum. Redan voor de goal. Dorst, maar ook Bergsma. En die glijdt hem goed naast de goal. Boussaïd heeft eventjes de ruimte aan iedereen ontsnapt. En Boussaïd krijgt hem bij Van der Kust. En die krijgt hem naast. Uit de categorie opgelegde kansen bied ik u deze aan.
Oudrikis. Nu op rechts Balk aanspelen in de diepte. Bal is te belopen voor Balk. De hoek is lastig, dus chipt hij hem. Goede redding, zegt Van Barkas. Laat zijn hand goed hangen. Bal op Balk was eigenlijk net iets te scherp. Waardoor de route richting het doel niet de snelste was en niet de eenvoudigste. Barkas zit er bovenop. Jacobs. Het is uit de categorie onhandig. Vrije trap Cambuur. Interessante positie. Nou, toch ineens. En daar staat dus Barkas. Het is te lastig om vanuit die positie die bal op snelheid langs een doelman te krijgen. Het is echt geen onaardige poging. Net als vorige week komt Tsan Bosdogan er halverwege in. Hij neemt de plaats over van Booth. En na 1 minuutje Eredivisie vorig seizoen, nu, dan gaan we vanuit 3 kwartier vandaag al. Ruben Kluivert voor Sanja. Hoedemakers. Jacobs. Oudrikis, als hij op tijd is. Daar is Jacobs. Daar is de grote kans voor Cambuur. Maar net als vorige week krijgt Jacobs hem er niet in. De kans voor Joey Jacobs als Oudrikis daar een beetje aan het rotzooien is. Valt die bal voor zijn voeten. Slim weggelopen door Jacobs. Daar komt Smit. Dit is niet heel eenvoudig. Dus levert het ook geen gevaar. Bosdogan en Bouzid op oorlogspad. Dat zie je eigenlijk al aan het loopje. Ja, dit zit eraan te komen. Aan de sprint van beide. Hoppakee. Ja hoor, vlam in de pan. Pas nou op jongens, het is al zo warm. Ergens voor nodig je zo op te winden. Die had volgefloten kunnen worden. Maar goed, als dat niet gebeurt, hoef je dit ook niet te doen. Dat doet Bosdogan dan. Is Balk ook weer gefrustreerd. Ja, potverwijder ketel dat hij zwart ziet hier. Goed indraaiende bal. Alleen in de handen gekopt bij Barkas. Die hem nog even uit zijn handen laat glippen. Daardoor werd het nog even spannend. Sambisa erin komt voor Smit. En Fraser. Met een boodschappenlijstje voor viergever. De captain moet het uitleggen. Wie waar moet gaan lopen. Viergever blijft uitleg geven. Blijft spelers instrueren. En ondertussen moet hij Oudrikis afschermen. Schot. Goed gepakt door Barkas, poging van Hoedemakers. Iedereen begrepen, duimpies, mooi. Oh, ja, dit is lekker. Alleen daarna goed verdedigd. Ter Avest. Richting Dorst, die wil ze zo wel. Net niet lekker richting geven. Maar weer voor het doel geslingerd. Dorst iets te hard, dat contact. Vol op het hoofd in plaats van zacht geaaid. Malle. En Barkas. Vrij gevoetbald. Maar ja, de lijnen blijven ook een tegenstander. Die weten Boussaïd wel te vellen. Net als de kramp zo te zien. Ja, hij smijt met energie. Maar Boussaïd
Wil altijd de bal hebben, moet daardoor veel meters maken. Wil altijd ook lopen met de bal, wil wat doen met de bal. En dat moet hij hier eventjes bezuren. Ja, die kramp gaat er echt niet meer uit hoor, bij Bouzid. En ik heb echt met hem te doen. Iedereen die dit wel eens heeft ervaren. Ja, kan wisselen. Goh. Hij staat er al. Maar Bouzid moet je dragen. Straks ook nog naar de auto. En het liefst ook nog rijden. Slim gegooid. Daar is Balk. Klimt hoger dan Van der Marel. En bepaalt dat hij die kopbal geen richting meegeeft. Hier zit wel wat in voor Cambuur. Hier zit zeker wat in. Net iets te riant bemeten die doelpoging van Paulissen. Manleu met een vrije trap voor Cambuur op een gevaarlijke plek. Barkas en de herkansing niet besteed aan Paulissen. Je kunt het proberen. En tempo. Voorzet richting Dorst. Die legt hem klaar voor Brouwers. Die versiert hier geen penalty. En de goal komt er daarna ook niet. Omdat Lotin hem in de handen schuift van Virginia. En Brouwers krijgt nu het verwijt dat hij een beetje toneel speelt. Vlam in de pan. Duidelijk is een besluit. En dat besluit is zeer goed. Dit is simuleren wat de Brouwers hier doet. Nadat hij die bal niet goed meeneemt. Ja, hier past eigenlijk alleen maar geel. Het eerste punt van dit seizoen voor Cambuur. Het tweede voor Utrecht. En uiteindelijk een onvoldaan gevoel bij de Utrechters. En tevredenheid bij Henk de Jong zichtbaar.